We gaan weer een daily challenge doen. Ja, wat zou anders in deze... Het is niet dat ik in één keer niet een daily challenge ga doen in een daily challenge filmpje. Dit is heel duidelijk Engeland. Dus als ik kijk of deze... Denk niet hoor, want ik denk dat het hier al ophoudt. Oeh, nou, ik kom toch nog een eindje verder. Dus eens kijken of... Nee, ik had gehoopt dat er misschien een plaats op zou staan. Nee, dan gaan we gewoon terug naar het begin. Dat lijkt me een dorpje te zijn. Dus met enig geluk... Is het begin van het dorpje? Ik denk niet dat ik zoveel geluk heb. Even kijken. No core. Dit hoort ook nog bij die. Bij die andere. Bij dat andere ding waar we toen net waren. Dat is wel grappig. Zou ik toch hier verkeerd zitten? Toch even terug. Drie keer terug, drie keer dezelfde plek. Ik ben benieuwd of ik. Nou, we kunnen kijken zo meteen. Oh, dit ziet er al iets. Bewoonder uit, om het zo maar te zeggen. Er stond een bordje. Even kijken nog. Nope. Ik had gehoopt dat er hier ook weer een. Denk voorlopig aan het zuiden. Het is niet. Reken nog bij. Ik denk. Nee. Ik denk dat het gewoon de reflectie van een raam of zo was. Of zoiets ergens. Oh. Dat is een sprong. Ben ik ergens voorbij gegaan? Denk ik niet. En zelfs dan denk ik niet dat ik erachter kom hoe of wat. Ja, wat ik zeg, ik denk dat het zuiden is. Clochester, daar weet ik wel wat het is. Dat is hier ergens volgens mij. Daar. Dus ik zit ergens in Clochester. We zullen zien. Nou, ja, redelijk dichtbij. Kan beter, kan slechter. Dit is. Wat is dit, joh? Ik denk niet dat het. Ik wilde India zeggen, maar ik denk niet dat dit India is. Dat is iets te. Oud en versleten voor. We gaan gewoon stapje voor stapje langs deze barak of whatever het ook mag zijn. Oké, ik denk dat die lantaarnpaal die herken ik. Een vogel. Die lantaarnpaal die herken ik van uit een eerdere shit in Mongolië. Even kijken, want zou dit Mongolië kunnen? Het zou echt heel goed Mongolië kunnen zijn dit. Die, wat ik zeg, met name die lantaarnpalen helpen mij dat ik zeg van, nou. Ja, kijk. Hier. Met die boog erin. Ho! Zo ontzettend herkenbaar. Oké, dat is dus Mongolië. Maar waar is Mongolië? Is het?
Ja. Alsof ik dat überhaupt kan lezen wat dat is. Het lijkt er wel wat op. Tenzij, nogmaals, als het weer zo'n bord is dat me echt op het laatste moment er naartoe brengt. Tabar! Het is exact hetzelfde als net. Ik denk ook niet dat dat een plaatsnaam is. Misschien dat andere. Nee, ik dacht dat dit het was. Hoe ver zat ik? Oh, zo heel ver zat ik er niet eens vandaan. Is het Tabahar? Nee. Ik weet niet waar ik zat. Oké, next. Het lijkt wel echt op bijna exact dezelfde plek. Maar dit lijkt me ietsje. Ietsje Russischer, om het maar zo maar te zeggen. Ja, wat ik dus zei. Ietsjes Russischer. Heb jij misschien dat land erop staan? Nee, natuurlijk niet. Ik zal eens kijken. Ik ga gewoon naar de hoofdstraat en dan. Het is niet te modern, maar het is ook niet te aftans. Het zijn oude, versleten gebouwen. Nou heb je die op veel plekken in Rusland. Maar het is ook weer niet dat het echt. Kijk, dit is zo'n kruispunt waar je dan van die dashcam filmpjes ziet. Zo. Omdat er dan nog even eentje heel snel langs zult. Ja, dat kan ik niet lezen. Misschien dat ik hierop kan. Nee. Laat ik eerst eens even. Waar zou het zijn hier? Waar zou ik zijn? Ik wil hem voorlopig, ja, misschien wel ietsje meer naar deze kant. En dat wel iets. Ik denk dat dit iets te ver is. Dan krijg je echt van die. De wat meer oudere stadjes, zeg maar. Ik wil hier naartoe. Maar dat mag ik niet. Even kijken. Dat is wel een stadsnaam. Kijken of ik die kan ontcijferen. Kapaik? Of is dat. Ah, dat is kapak. Zou dat kapak zijn? Wow, waarom ben ik zo ingezoomd, jongens? Nee, dat zal niet. Zal niet stadsnaam zijn, gok ik. Oh. Is dat wellicht de stadsnaam? Nee, denk ik niet. Nope. Ja. Hier misschien? Nope. Tenminste. Oh. Oh, what the fuck? Hoezo zit ik er zo dichtbij? Ik vind het niet erg hoor. In Rusland, maar. Wat? Hey. Ik klaag niet. Oh. Dit is weer Engeland.
denk ik, als ik het zo zie. God, en dat is weer het zuiden, denk ik. Als ik het zo zie. Ja. Is dit waar ik denk dat het is? Nee, ik denk niet of wel. Zou ik hier verder moeten? Nee, want dat. En dan zou ik hier verder moeten. Dan kom ik ergens bij een kerkje of zo uit. Klopt dat? Nee, dat is ook een boerenerf. Waar ben ik? Oh, dit is wel iets meer. Iets meer hoofdweg. Wat ik zeg. Zuiderweg. Noep. Waarom? Ik ga terug naar dat straatje. Ik wil helemaal niet terug naar dat straatje. Ik wil op die hoofdstraat terechtkomen. Maar dat laat hij gewoon niet toe. Nou wel. Hè? Dat was raar. Ik bedoel, alles leuk en aardig. Maar zeg dan gewoon van, nou nee, niet hier. Nee, ik had gehoopt dat. Zal er vast wel op staan, maar ik kan het net gewoon net niet lezen. Nanny. Oeh. Ik zie een busje. Ga jij mij iets vertellen? Kan ik op jouw achterkant een stad lezen? Wellicht. Nien. Is dat een naambordje of is dat gewoon een waarschuwingsbordje? Whatever het ook is, het zit goed verborgen achter de bosjes. Ik denk niet dat ik dat te zien krijg. Ik zat wel dichtbij. Dat mag ik wel zeggen. Next. Dit is ook weer Europa. Is het Servië weer? Het lijkt wel op die soort. Oh, kijk, dat is Sarajevo. De Sasak. Dan zal ik ergens in het midden zitten. Hier of zo. Of. Oh nee, ik ga via de 5. Zit er 5 dan? Nee. Oké. Okay. Zit er 5? Nee, dat is ook niet de 5. Dat is 5 kilometer weg. Lijkt mij toch niet, zeg. Ik kijk naar het zuiden. Even kijken of ik wat meer aanwijzingen kan krijgen. Want op dit moment heb ik niks, om het eerlijk, zomaar eerlijk te zeggen. Even kijken of er. Kijk nog. Beokart. Waar zit dat dan, joh? Sarajevo ook. Dat gaat over die 22. Dus ik moet wel echt die 5 hebben. Maar waar zit die 5 dan? Deze doet niets. Nee, die doet niets. Stiekem. Dienst. Oké. Okay. Beokart zit dan in het wat noordelijkere gedeelte. Um,
als dit 22 is. Dit is ook nog de 22. Even kijken, hoe ver gaat die 22 door? Is dit ook nog steeds, dat is ook nog steeds de 22. Dit ook nog. Dit is Carrievo. Ik zal hem even hier weg. Jezus. Even kijken, want daar hebben we ook nog een bordje. Dan zou ik gokken dat dat waarschijnlijk Beogard zegt. Ja, dat dacht ik al wel. Ik zou langs de 22 zou ik Beogard moeten vinden. En voordat ik in Sasak of in dingen aan... Oh, oh wauw. Dat was echt een stuk verder weg dan wat ik dacht. Maar waar zit... Is dit dan die 5 misschien? Nee. Het is echt een stukje verder weg dan wat ik dacht. Holy shit. Oké. Okay. Show full results. Op zich heb ik niet slecht. Ja, ik wou net zeggen... Zeg, heb ik het niet eens slecht gedaan. Ik heb het maar op 400 en nog wat punten verloren. Nou, zij zat dichterbij bij eigenlijk alles met uitzondering van de derde. En dat was Rusland, denk ik. Toch? Ja, en ik zat één punt dichterbij bij de eerste. Maar ja, dat maakt echt geen reet uit. Oh, jongen, waar heb jij dan... Waar heeft hij dan zijn punten vandaan? Even serieus, even kijken. Ah. Ja, hij zit daar bijna bovenop. Nou, ja, logisch. En dan de vierde nog. Waar heeft hij dan het laten liggen? Oh, bij die Engelsen. Het is trouwens allemaal wel vrij. We hebben Amerika en Brazilië eens een keer laten liggen. Mag ook eens een keer. Lol. En volgens mij zijn de 25.000 helden zijn met vakantie. Dus dat is op zich is dat fijn. Tweede is voorlopig. Ja, ik zal nog wel wegzakken. Het is wel een hele goede ronde moet ik zeggen trouwens. Maar goed, hij is niet al te... Ja, ik kan me voorstellen, Mongolië, Rusland... Totdat er twee zijn die echt slecht gaan. Maar ik denk dat je bij deze drie... Dus die twee Engelsen en die Servische... Zou je het in principe wel moeten vinden, denk ik. Makkelijk. Easy. Maar goed. Dat gaat niet voor de volgende keer zijn, want de volgende keer is een andere daily challenge. En dat zien we dan wel weer, zou ik zeggen.